Jeetje, Justin, wat is er met onze tent gebeurd? Hij is helemaal ingestort. Hoe kan dat nou? Hij was zo stevig. Ja. Hoe kan dit nou? Ja, wat is er gebeurd? Ja, er is heel veel gebeurd. Er is heel veel gebeurd. Kan jij anders even aan de kijkers vertellen wat er in de vorige video is gebeurd? Ja, dat kan. We kwamen aan bij de bus, maar het regende zo hard. Het was verschrikkelijk. Maar uiteindelijk kwam de bus toch. En toen kwamen we hier uit bij dit prachtige kamp. Alleen het nadeel was, we moesten onze eigen tent opbouwen. Verschrikkelijk. Toen had iedereen klachten. Heel veel klachten. We moesten voor Bob een diamond vinden. En voor oude man een broodje. Uiteindelijk hebben we dat allemaal gevonden. Maar toen kwamen we zo met meer gezocht. We moesten ook een bloem zoeken in het gigantische bos. Ja, dat was verschrikkelijk. Ook uiteindelijk gevonden. En toen was iedereen weer blij, maar niet iedereen. Nee, wij waren ongelooflijk teleurgesteld. We werden wakker en onze hele tent was ingestoken. Wat verdorie. Jeetje, wat een gezeik was dat, hè? Heb je wel goed uitgelegd. Nou, welkom bij deel 2 van deze miniserie. Nou, Justin, onze tent is dus ingestort, omdat het vannacht blijkbaar gestormd heeft of zo. Maar ik zie dat iedereen hier nu al... Ik heb ook helemaal niks gemerkt. Ik zie dat iedereen hier nu al gezellig zit. Zullen we anders gewoon even kijken wat hier gaande is? Ik mis kaas alleen. Iedereen is er behalve kaas, volgens mij. Nee, dus... Oh, nee. Oh, nee. Als kaas vermist is, dat gaat Jessica niet leuk vinden. Nee, Jessica. Dat gaat Jessica niet leuk vinden. Nee. Nou, laten we even kijken wat ze te zeggen hebben deze ochtend. De lucht voelt dikker dan gewoonlijk. Hoe voel je de lucht? Wat is er aan de hand, jongens? Kaas, Destiny, Plop en Percy zijn verdwenen. Hé, hey, Jessica. Gewoon verdwenen? Zoals een wolk of zo? Ja, dat weten we niet, maar mijn worstenbroodje... Hou je smoel, zegt Arthur. Niet zo gemeen doen naar de oude man. Maar ze zijn dus gewoon weg. Oh, Muppert die knikt blijkbaar droevig. Maar dat is niet alleen Casus is nu weg. Wat nu, jongens? Wat nu? We zullen gewoon verder moeten. We zullen gewoon verder moeten. Maar dat kunt toch niet, jongens? Gerard had blijkbaar zin om te vissen, jongens. Ja, leuk. We gaan gewoon vissen, zegt Jessica. En boten die... maar... Ja, vis. Oh, lekker, ouwe man. Oké, ik denk dat we gaan vissen, Justin. Oh, Arthur heeft nog wat te zeggen. Dan moeten we maar gewoon gaan vissen. Ik raad iedereen aan om goed in de omgeving te letten. Oké, jongens. Wie missen er nou, Justin? Kaas mist. Kaas missen we ook. Plop en Bob. Ach, hou je mond, Arthur. Niemand mag jou. Midnie! Ga vissen. Waar is Midnie? Ik haat je, Midnie. Niet zo tegen Arthur doen. Maar Bob is er ook niet. Plop, Destiny, Kaas en Percy zijn blijkbaar verdwenen. Nou, ik denk dat we maar gaan vissen, maar we moeten goed om onze omgeving letten, Justin. Ja, maar waar is Bob? Bob is de buschauffeur. Ja, maar die is hier ook niet. Nee, maar die is niet deel van het kamp. Die wacht bij de bus waarschijnlijk op ons. Nou, laten we maar deze kant op gaan. Volgens mij was hier het visgebied. Ik vind het wel spannend. Ik hou van vissen. Nee, echt niet. Ik vind vissen eigenlijk helemaal niet leuk. Op zich is vissen wel leuk, weet je, maar het ligt eraan met wie je doet. Ik denk dat het met jou wel heel gezellig kan zijn. Goed. Oh, hey Bob! Oh. Daar wil je Bob hebben. Ik schrik me kapot van Bob, jongen. Ik dacht dat hij een boog vast had. Dat hij op ons ging schieten of zo. Ja. Nou, Bob, wat heb je voor ons? We moeten denken, vissen gewoon, hè, Justin? Oh. Weet je, misschien, hier zou de hengel wel liggen. Nee, leeg. Nee. Oh, kijk, we moeten een puffervis vangen, we moeten een zalm vangen. En we moeten een... Oh, trouwens, laten we gewoon een Bob hier kijken wat het te zeggen heeft. Bob. Jij weer? Ja, dit is Bob natuurlijk, hè? Ja, Bob. Ik diamond gevonden hier, nu vissen. Ja, maar waarvoor moeten wij vissen? Ja, waarvoor moeten wij nou vissen? Blub, blub. Ja, ik denk dat we dit moeten vangen, Justin. Hij zegt blub, blub. Ik zei, wat? Oh, sorry. We moeten wel aan de tekst blijven, het script. Ja, sorry. Twee blub per persoon. Haalt zijn zeemeer diamond om er naar te staren. Ik denk, oké, laten we maar. Ik heb hier een vishengel, zie ik. Ik heb ook nog andere loot. Hoe kom ik hier aan? Huh? Ik heb hier hem gezien. Hoe kom ik daaraan? Die zaten in dat ding daar. Oh, oké, die bewaar ik even hier. Heb je ook een visengel? Ik heb er zelfs twee. Nou, zullen we een bootje induiken en dan gewoon lekker gaan vissen hier gewoon ergens? Ik ga hier zo vissen. Niet op mij vissen. Niet op mij vissen, Justin. Oh. We moeten vissen vangen. Spannend. Vissen. Oh, zo spannend. Je zou het maar als hobby hebben. Je zou het inderdaad maar als... Nou, op zich kan het leuk zijn. Ja, als je wat vangt. Oh. Ik heb wat! Ik heb een zalm! Oké, we moeten twee zalmen hebben, twee kots. Twee kots. Ja, kotie! En een puffervis. Twee keer puffervis. Wat heb je? Een zalm. Oh, goed. Nice. Een lekker stukje zalm. Oké, ik heb een kot. Een kot. Een kot. Een kabeljauwtje. Ja! Daar heb je niks aan. Nee. Dat is ook weer flauw. Terug de natuur. Ja, gewoon lekker natuurfeil. Dat zat er al in. Daar komt hij. Nog een zalm. Dat is goed. Dan hebben we in ieder geval twee zalmen. We moeten twee per persoon. Dus in totaal vier zalm, vier kabeljauwtjes en vier puffervis. Dat is wel heel veel. Dat is wel heel veel.
Stop nou met intrekken. A few moments later. Justin, ja? Ik heb al genoeg. Volgens mij moet jij nog één kabeljauwtje, klopt dat? Eén lekker kabeljauwtje, ja. Ja, ik help wel met dolvissen, maar ik hoop voor je dat jij hem vangt. Dat zou leuk zijn. Dat hoop ik ook. Ik voel dat hij eraan komt. Hij komt eraan. Oh. Ja. Oh, het was hem ook echt. Dat was nice. Hem. Nou, dan kunnen we terug. Kunnen we hierheen. Ik ga wel alle andere dingen ga ik lekker in de zee gooien, want die hoef ik allemaal niet meer. Ik heb een bottle, ik heb een lilypad, ik heb een boog. Ik heb een tropical fish. Inkjes, inzakjes. En deze ga ik allemaal hier terug in stoppen. Nou, dan stop ik mijn twee pufferfish stop ik hierin. Dan stop ik mijn twee zampies stop ik hierin. En dan stop ik mijn twee raw cods stop ik hierin. Als jij hetzelfde doet, dan als het goed is... Ja, ga terug naar het kamp. Hé, hey, dat is nou eens even leuk. En Justin, ik vind dat de kijkers die deze map gemaakt hebben wel hun best hebben gedaan. Vind je ook niet? Ja dat vind ik ook. Maar ja, vissen is niet mijn hobby. Nee, vissen is ook niet mijn hobby. En dan vraag ik me af of iedereen er zometeen nog wel is, Justin. Want we moesten opletten. Bob en zo waren allemaal vermist. Maar volgens mij zitten ze er allemaal wel nog. Of niet? Waar zitten ze weer? Volgens mij, nee. Er mist weer wat. Er is een kleine groepje is het geworden, of niet? Verdorie. Nee, of niet. Ik weet het niet. Ik weet niet zo goed. Laten we kijken wat ze te zeggen hebben. Oh, hier. Kijk, hier. We moeten slapen. Justin, we moeten blijkbaar slapen. Hier. Slapen? Ja, we moeten slapen. Dat is het blijkbaar. In onze kapotte tent. Nou, weet je, ik kruip er wel onder. Ik denk dat ik hier nog wel een lekker plekje kan vinden. De nacht valt. De nacht valt inderdaad. Waar is mijn hoofd? Justin. Oh, daar zijn we. Waar zijn we? Wat is dit? Dat is een kubus. We zijn in een kubus beland ineens, huh? Is het een droom? Ik ben je vader. Ik durf niet deze deur door. Ik durf deze deur niet door. Nee, dan ga jij maar eerst. Succes, Justin. Je kan het. Oh, het ziet er wel veilig uit, volgens mij. Ja, het ziet er veilig uit. Wat? Huh? De kubus is weg! Nee! Ik zie niet achter. Niet achter je kijken. Oh, nee, gadverdamme. Dit bordje inderdaad. Hoor je dat geluid? Ik hoor het. Waar zijn we? Wat voor duister bos zijn we beland? Geen idee, maar het ziet er niet heel gezellig uit. Hoe is het ineens zo spannend? Hoor je dat? Oeh, enge geluiden allemaal. Enge geluiden. Ik wil niet. En hier staat het bordje abonneer op Rick Forster. Sloop hem. Weg ermee. Oké, laten we maar op pad gaan. Allemaal bloed, inderdaad. Hé, een boek. Wat is dit? Is dat een tip? Oh, tip. Dat doen we even terug. Die hebben we niet nodig. Oh, het is in één keer heel duister en eng allemaal. Oh. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo heel leuk. Al die enge geluiden. Hoor je dat ook? Ja. Oké, dit is pad, hè. Hier moesten we heen. Gadverdamme. Ik hoop dat dit een enge droom is en meer niet. Dat we niet ineens echt in een andere realiteit zijn beland of zo. Ja, ik hoop het ook. Ik heb het gevoel dat we bekeken worden door iets of iemand. Denk je? Ja, ik word in ieder geval door jou bekeken. Nee, echt niet. Ik ga doorrennen. Oh, hier is een grot. Oh, kijk ze nou. Kaas, nee. Hij is opgehangen. Ze zijn in elkaar geknipt. Jongens, wat is hier gebeurd? Waarom wat duister. Nee, Kaas. Wat hebben ze aangedaan? Plop. Plop is het letterlijk door de helft. Oh mijn god, Plops dagboek. Ik hoor nog een hartslag. Oh, ik denk niet dat het een hartslag van hun is. Oh, snel. Dag 1. Ik haat busritten. Ik voel me misselijk. Jessica zit tegen zichzelf te praten. Dat vind ik nogal eng. Waarom moet ik naar zomerkamp? Ik haat dit. Dag 1,5. We zijn uit de bus nu. Boten zit onze tent op te zetten. Ik wil hier niet blijven. Ik heb een cool warenhuis gezien in het bos. Daar ligt sowieso een schatkist. Warenhuis is donker. Ik zie iets in de schaduw. Destiny en Pursley zijn met mij meegekomen. Leeg? Een spook, help! Save our souls. Justin, ik weet niet wat ik hiervan allemaal van moet vinden. Fossielen. Wat is dat? Word wakker. Oh, Justin, we kunnen deze droom eindigen. Word wakker. Ik wil wakker worden. Oh, Justin! Oh mijn god, midden in de nacht. Oh, ik ben wakker. Wow, man, ik voel me niet goed. Ik heb echt een verschrikkelijke droom gehad. Jij? Ja, waar ben je, Justin? Mijn tent is opgebouwd. Waar ben je? Ja, maar nee, hè. Echte vermiste kamp. Dat meen je ook. Ik ook. Waar ben je, Justin? Ja, dat ging iets niet goed, denk ik. Maar wat moeten we zoeken, Justin? Wat moeten we zoeken? Weet ik niet. Ik weet niet wat we moeten zoeken. Justin, iedereen is weg. Alweer? Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Had je dat ook? Ja. Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Oh, het is in één keer heel spannend en een horror verhaal geworden. Ik heb ook denk ik een schone broek nodig. Er zijn bepaalde plekken waar we niet heen kunnen, zo te zien. Oké, laten we iedereen zoeken. Laten we zoeken. Oh, ga je niet die kant op. Linksom, zou het hier wel veilig zijn? In het huis? Is het huis veilig? Destiny en Midi, allemaal bloed overal ineens. Oh nee, en hier deze tent hier, van wie was die? Wat? Wat heb je? Allemaal boekjes. Ja, maar wat staat erin? 60 aan. Oh, 60 aan, die had ik ook eerder gezien. Wat hebben we hier? Dit is Muppert en Pursley hun tent. Oh, hier zit ook niks. Dat is helemaal leeg.
Want iedereen zijn tent controleert. Pas op dat je niet te ver afdwaalt, want dan krijgen we de boze geest weer. Ook niemand is thuis. Iedereen is ineens weg. Iedereen is verdwenen. Er is allemaal bloed hier ook. Oh, ik had echt een verschrikkelijke droom net gewoon. Ik schrik. Ik ga naar de busjes zitten. Ik wil niet meer. Ze stikken er maar in dat het zomer kan. Ja, maar het is geen zomer. Het regent. Het regent. Het is vies weer. We gaan weg hier. Nee. We gaan naar de bus. De bus is er niet. Nee, Pop. De bus. De bus is weg. Oh, waar gaan we heen? Gaan we naar het meer? Ja, moet maar. Trouwens. Nee, ik weet waar we heen moeten. Dat waarhuis. Oh nee, ja. Dat waarhuis, maar daar ging Plop heen en daar is het helemaal fout gegaan met Plop. Het was ergens in het bos. Het was ergens, laten we via het water gaan. Ja. Want het was rechts van het water. Wat een verschrikkelijk weer ook weer dit, hè. Ja, dat is verschrikkelijk. Justin. Ja? Ik heb een idee hoe we dit gaan vinden. Het echt? Is naar het waarhuis, maar laten we dit bloedspoor hier volgen. Oh nee, ik haat bloed. Zie je het? Er is een bloedspoor. Ja, nee, ik ook niet, maar het is wel een... Oh. Spoor. Oké, we moeten een bepaalde manier vinden om daar te komen zonder dus dat we die geest, boze geest krijgen. Ik ga gewoon recht door het bos. Ik ook. Ik zie je daar wel. Jo. Tenzij we de geest boos maken. Lukt het nog door het bos? Ik ben bij die hele gekke bloem. Oh, oké, dan ben je goed op weg. Ik ben onderweg ook naar het warehuis. Ik weet niet precies hoe ik er gekomen. Ik zie je nametag rechts, maar gewoon door blijven lopen. Hier is het bloedspoor weer. Ik weet niet of dat veilig is om bij het bloedspoor te lopen. De geest... Ja, ik weet het niet. Ik volg nu het bloedspoor weer. Ik denk dat dit goed is, dit spoor volgen. Als je hem halverwege vindt, kan je hem gewoon weer volgen. Ik ben de weg kwijt. Ik ben bij het meer. Ik ben denk ik bij het huis. Ja, ik ben er. Ik wacht hier op je. Ik ben er ook. Oh, ik weet niet of ik zin heb om hierin te gaan. Justin, ben je er al? Ik ben er. Waar ben je? Oh, daar ben je. Justin, ik weet niet of ik zin heb om hierin te gaan in dit enge warenhuis. Ga jij maar. Oké, ik ga wel. Ik blijf hier wel wachten. Nee, kom alsjeblieft met me mee. Ik kom... Ja, ga maar eens. Nee, kom mee. Nee, doe maar, ga maar eens. Oké, ik ga wel eerst. Oh, hoor je dat? Wat hoor ik? Oh. Wat een creepy dit. Ik vind dit maar niks. Justin. Wat een leuk muziekje. Dat is fijn voor jou, maar we moeten ze toch vinden. We moeten ze vinden, maar. Oh, ik weet niet wat ik dit vind. Is dit een ritueel of zo? Kijk dit dan. Oh, mijn god. Justin, je tekst. Shit. Kunnen we dat niet gebruiken? Nee, we zijn weer hier. Oh, nee. Wat heb jij ze allemaal zitten lezen? Maakt niet uit. Laten we het gewoon doen. Oh, weet... nou, weet je? We gaan er wel opnieuw heen. Nou, Justin, we zijn er weer. Laten we hopen dat we deze keer niet afgestrokken worden door een of ander eng monster. Nee. Oké, daar ligt iemand. Er liggen ook mensen die er vandaan kruipen. Kom, we moeten het ritueel afmaken. Weet jij hoe een ritueel werkt? We moeten jou omleggen. Nee... Oh, misschien moeten we echt iemand opofferen, inderdaad. Even kijken, laten we eerst even een beetje spieken. Kijk wat er ook in de lucht vliegt voor gekke cirkels, zie je? Demonische enge dingen zijn hier gaande. Ik vind het niks. Oké, laten we eerst even hier omheen lopen, kijken of we wat kunnen vinden. Ik durf niet in het ritueel te staan. Misschien moeten we een van ons op zichzelf opofferen, maar... Ik ga. Ik denk het niet. Ga jij? Oh, oké, prima. Ik ga kijken. Ga maar, Justin. Ga er maar in staan. Doet het iets? Ik ga ook bij je staan. Het doet niks, hè? Er moet een schedel. We moeten twee schedels. Wacht, daar ligt de schedel. Die kan je van het ding pakken. Waar? Van dat lijk daar, zie je? Trek hem eraf. Als jij... Ja, probeer die te pakken van die gast. Misschien lukt het wel. Zijn hoofd. Oké, dat is de eerste hoofd. Die kan je plaatsen. We moeten niet hier in het midden lopen. Als we hier een beetje onder in dat licht daar lopen, dan ben je de klos. Oké, dat is de eerste. Kunnen we hier omhoog? Hier kan je parcouren. Ik denk dat ik hier kan parcouren. Ik ga proberen. Doe voorzichtig. Ja, ik ben boven. Ik ga kijken of ik hier misschien een schedel kan vinden. Ik heb zijn t-shirt af kunnen pakken! Van de enge gast! Nice. Ik heb zijn t-shirt kunnen pakken! Oké, ik ga wel hier omhoog. Als jij ook een beetje probeert te zoeken... Jij beneden te zoeken, oké? Ik kom weer beneden. Zoek ik hierboven wel. Ik ga even kijken of ik hier in de barrels dingen kan vinden misschien. Oh, ik heb een kaars. Hey, ik heb ook een black candle. Oh, die misten we ook nog. We moeten ook nog kaarsen vinden, inderdaad. Kaarsen en andere dingen. Ik ga hier over de ketting heen lopen naar de andere kant. Misschien dat ik dan niet de jumpscare krijg. Ik heb hier een pointed dripstone, heb ik gevonden. Ik vind het heel spannend. Ik ga proberen deze barrels te openen zonder daarbij... Dat ding te... Nee! Was jij of ik dat? Ik stond stil. Ik stond ook stil. Ik denk, nou, niet helemaal. Ik heb wel nog een kaars. We kunnen ze ook uit de lucht plukken, hè? Uit de lucht plukken? Wat? Dan zweven die demonen. Als we ze daar gewoon... Ja, maar ik denk dat we dat heel moeten laten voor het ritueel. We gaan eerst wel verder zoeken nog. Had jij beneden al gezocht? Zoals bij deze... Hier, hebben we nog een zwarte kaars. Die kant is er niet geweest. Ja, we hebben ook nog een schedel nodig. Ligt er buiten niet nog iemand te rotten? Dat weet ik niet. Ik heb een kaars. Die ga ik neerzetten. Oké, ik heb ook 3 kaarsen en pointed dripstone. Die moeten we ook dus blijkbaar plaatsen. We moeten sowieso gewoon alles wat we daar zien, moeten we afmaken.
Pas op daarboven hoor, aan die kant daar, daar krijg je heel vaak van die jumpscares. Hierboven ook? Die kant is mij nog niet opgevallen. Oké, hier nog een kaars. Kaarsen hebben we genoeg. Dripstone hebben we, missen we er nog eentje. En nog een schedel. Hier hebben we nog barrels. Maar ik denk dat jij die al helemaal hebt. Oh, je vishengel? Ja. Huh? En schoenen. Ja, vishengel en schoenen. En een broek. Heb jij de broek al? Nee, die liggen er nog. Nog een vishengel. Ik neem het wel gewoon mee voor de zekerheid. We kunnen ook een demon jatten. Een demon jatten? Oh! Hé, ik heb het laatste schedel. Die lag buiten blijkbaar. Kijk. Het laatste schedel lag. Dus we missen één dripstone nu nog. Klopt dat? Ja, maar die ligt hier. Door het midden lopen. Die ligt hier. Waar? Deze keer. Oh, die heb je ook nodig. Die hebben we nodig. Ja, die zag ik zo. Oh, pas op dat je niet door het midden loopt, want daar gaat het weer fout. Oké, plaats jij de dripstone en plaats ik de schedel. En dan ga... ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar... Ja, daar de dripstone en plaats ik het schedel. Oh jee. Nee, missen we het hierdoor? Of niet? Weet ik niet. Laten we snel die kant op gaan. Justin, is ze dood? Wat is er gebeurd? Oh, vuur. Dat was een geest, ik heb niks gezien. Die was al ik dood, heb geen geest gezien. Weet ik niet. Oh, ik weet niet wat er gebeurd is. Zijn we gered of niet? Dat weet ik niet. Ja, wij twee, maar dat is het dan ook, denk ik. Oh, nou, ik weet niet hoor. Oh, ik heb niks... Oh, ik heb een hoofd! Heb je het hoofd? Let's go! Ik heb een hoofd! Oh, laten we maar naar huis gaan, Justin. Laten we maar hier blijven deze keer. Ja, dat vind ik een goeie. Justin? Huh? Ja! Dat was hem ook gewoon! Dat was hem! Dat was hem! We hebben blijkbaar het bos bevrijd. Ik weet niet, ik heb de geest niet gezien, want... dat was de geest. We hebben in ieder geval zijn hoofd hebben we tevoorschijn getoverd. Ja, zo. Maar ik vond het wel spannend, alleen... Wat een droevig einde. Iedereen is dood behalve... wat een droevig einde. Iedereen is dood behalve wij. En we hebben een ritueel gedaan. Ja. Compleet. Maar ik vond het wel een leuke map. Hij is gemaakt door J-Hond Games 19, door Z-Wolf Games en door F-Hond Games 18. En hij is, even kijken, gefeliciteerd, jullie hebben het gehaald. Hopelijk vonden jullie het een leuke map. De kijkers mogen zeker de score achterlaten in de comments. We hebben al een idee voor de volgende. Yippie! En nog een fijne dag/nacht. Gamenaam Killer Bean 16, echte naam. Oeh, wie is dit dan? Die is nieuw. Justin, ik vond het een leuke map. Enig is de jumpscares, die waren af en toe wel vervelend. Want die zet ons helemaal terug bij het ding, waardoor wij naar weer moesten lopen. En ik ben bang dat we daar... Ik ben bang dat we daardoor misschien wel gewoon de geest gemist hebben, doordat we terug werden. Ja, misschien vind ik dat ook helemaal niet erg. Ja, misschien was het ook maar beter dat we de geest gemist hebben. Ah, Justin, ik vond het leuk. Ik hoop dat de kijkers het ook leuk vonden. Laat zeker even een cijfer achter in de reacties wat jullie van deze map vonden. Vonden jullie het nou zo'n leuk video? Justin, ga ik nu een video voor je hoofd ploppen. Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Dit is namelijk mijn survival serie met Roy. Kijk hem zeker. Echt een goede aanrader. Wel doen, hè? En dan is ik later.